Zoveel ideeën komen er bij ons op. En van hoeveel van hen slagen we er echt in om ze te maken? Max de gekke uitvinder worstelt met een nieuwe machine. Wat zal het worden? Een vergrootglas? Veiligheid is superbelangrijk. Wow, kijk uit, verbrand je niet! Zo, laten we testen. De straal is een beetje zwak. Probeer het nog eens. Je uitvinding werkt helemaal niet. Marie heeft een snack meegebracht voor ons meesterbrein. Maar waarom gebeurt er niets? Een snack is een must in dit soort situaties. En dan komt de oplossing vanzelf. De tijd vliegt als je doet waar je van houdt. Het lijkt erop dat Max in slaap is gevallen. Marie kwam met een listig idee terwijl hij sliep. Wat is er van plan? Gaat ze iets reuze koken? Schrijf het recept op. Voeg 28 gram zout toe aan 50 gram gist en giet er 4 kopjes water bij. Roer en voeg geleidelijk 400 gram mout en veel bloem toe. We moeten het deeg 2 uur laten rusten, zodat het rijst. Laten we controleren of het gerezen is. Is het goed? Kneed het nog een keer. En leg het op een bakplaat. Vergeet niet om het zo te snijden dat het precies op een broodje lijkt. Bak het 1,5 uur op 180 graden. Verdeel het in 2 delen. En nu gaan we voor de vulling zorgen. We hebben 900 gram mayonaise nodig. 280 gram Franse mosterd. 450 gram augurken. 200 gram koriander. Laten we sla toevoegen. 450 gram tomaten. 560 gram kaas. Ham. We doen er 900 gram bij. Er bestaat niet zoiets als te veel sla. Doe er meer in. En doe er een halve fles Tabasco bij om de relatie pittiger te maken. Bedek de sandwich. Augurk, waar ga je heen? Het is lekker en er is veel van. Marie, we hebben je geheim ontdekt. Dit is een exacte kopie van een kleine sandwich. Werkt het geweer van Max? Hoe cool is dat?
Het lijkt erop dat er iets mis is gegaan. Is het oververhit geraakt of wat? Je moet hier waarschijnlijk iets aanpassen. En Marie zal mini pannenkoeken bakken en hun grote kopie, zodat Max niet verdrietig wordt. Klaar. Kijk, het is zo lekker. Laten we naar de grote portie gaan. We nemen dezelfde ingrediënten, maar verschillende hoeveelheden. Voeg 100 gram bakpoeder en 280 gram suiker toe aan 1,8 kilo bloem. Roer en giet er geleidelijk 8 kopjes drinkbare yoghurt bij. Scheid 15 eiwitten. Klop ze op tot je schuim krijgt en doe ze in een kom. Meng nogmaals en giet er 200 gram plantaardige olie bij. We hebben een grote pan nodig. Keer ze om met een grote spatel. Het is belangrijk om de decoratie precies na te maken. Wel, wat is het probleem hier? Wacht even, wat ruikt er zo lekker? Aha, het pistool heeft er niets mee te maken. Marie heeft alles gekookt. Ik moet haar ook in de maling nemen. Dit is haar favoriete garde. Ik moet dezelfde vinden, maar dan veel groter. En zo snel mogelijk. Hallo? Hallo? Wow, zo snel. Eens kijken. Dit is precies het ding. Wie komt er? Marie, kijk eens wat ik voor je heb. Het pistool werkt. Het is me gelukt om de garde groter te maken. Het lijkt erop dat Marie iets soortgelijks heeft gedaan. Ze heeft precies dezelfde gigantische garde. Oké, Max heeft zijn geliefde ook voor de gek gehouden. Maar ze houden van elkaar en hij zal in staat zijn om een pistool te maken. Want Marie zal hem steunen. Druk op de duim omhoog en reageer hieronder welk gerecht je graag in onze komende video zou willen zien.